Het ligt hier erg afgelegen, dus het is een ideale plek voor hangjongeren en voor ja, rommelmaking. Want wat stond hier allemaal in? Wat is er nu allemaal niet meer? Nou ja, kruiwagens en nou ja, een beugelzaag, een zeis, twee schepskoppen, een steekskop, een greep, een hark, een zeis. Nou, die werkbank is vanzelf helemaal verbrand. Dat is allemaal weg. De brand heeft grote impact op de Mountainbike Club. Al het materiaal om het parcours mee te onderhouden en uit te zetten is verwoest. Van de 10 van die palen stonden er, maar dat waren dure palen, die stonden in dat keetje. Ja, die waren ook allemaal, die hardhouten palen, ook allemaal vertrokken. De oorzaak lijkt een uit de hand gelopen barbecue van hangjongeren, die wel vaker in het bos rond het parcours zitten. Er wordt trouwens alles loopje hier, bovenop de hokbomen slopen. Daar ligt allemaal wietafval. Maar de vereniging komt er hiermee wel door, een beetje in gevaar natuurlijk. Ja, het is wel eens zo'n 1000 of een container, deze moet weg, dan moet er een nieuwe staan. En, ja, ik weet het ook niet, 6.000-7.000 euro ben je ook kwijt verdeld, vandaag de dag. Ik zeg ook tegen mijn mama, maat is nou op vakantie in 1000. Ik zeg, jezus, wat moeten we nou? Ja, hij zegt ook, ik weet het ook niet. Ja, hij zegt, stoppen doen we niet. Nee, ik zeg, stoppen doen we niet, we gaan door.